We zijn hier vanavond vanwege de ESTA Luisterboekenprijs. En iemand die wel genomineerd was, maar hem niet gekregen heeft, is Jan Meng. En Jan Meng is voor mij toch wel eigenlijk de ongekroonde meester van het luisterboek. En dan met name de GVR. Kinderboek, jeugdboek van Roald Dahl. De manier waarop hij dat voorleest en het verhaal van Roald Dahl van de grote vriendelijke reus vertelt, is voor mij adembenemend, een inspiratiebron geweest. Zover dat ik hem zelfs ben gaan imiteren bij het voorlezen van het boek, want dat heb ik natuurlijk gedaan, aan mijn eigen kinderen. Het is fantastisch, het is heerlijk om naar te luisteren in de auto. Het is weliswaar voor de jeugd, maar ook als volwassen mens moet je toch een beetje jeugdig blijven en is het zo'n leuk boek. Het is spannend, er zit zelfs een diepere boodschap af en toe in en het is heerlijk om je te laten voorlezen door die fantastische stem.